Zijn er voor de rest nog dingen die je dwars zitten? Nee, dat heb ik net tegen je gezegd. En ik zei net ook al dat dat het was wat ik tegen je was. Ik weet dat ik dat heb gezegd. Ja? Of ben je daar nu boos over? Nee, ik heb er wel mijn vraagtekens bij, daarom ga ik naar Ger. En verder? Kun je me niet aankijken? Jawel. En verder? Ja, verder niks zeg. Okay. Ik vind het eerlijk gezegd wel een hele ongemakkelijke situatie. Ja, maar die creëer je echt zelf. Waarom dan? Waarom zou het ongemakkelijk moeten zijn? Of wat is hier überhaupt ongemakkelijk aan? Nou, ik vind het nogal een gekke situatie dat je zoiets eerst met Ger bespreekt en uiteindelijk ga ik verhaal bij Ger halen en dan kom je er rustig naast zitten. Dat zijn dingen die doe je normaal gesproken nooit. Waar zou ik het over moeten hebben wat je per se moet horen? Wat je niet later aan me kan vragen. Ja, weet niet. Ik zie jou naar Ger lopen en dan ben ik benieuwd wat er gezegd wordt. Maar dan mag ik er dus niet bij komen zitten. Nee, het is niet dat je niet bij mag komen zitten. Je mag doen wat je wil. Alles hier binnen de hekken wat jij wilt doen, meisje, moet je lekker doen. Alleen zoiets heb je nog nooit gedaan. Dus dan vraag ik je waarom je dat doet. Maar dat leg ik je toch net uit? Omdat je benieuwd bent. Ja. Maar wat zou ik eventueel kunnen zeggen? Jij ziet geen idee, want als ik dat eventueel al had geweten, had ik hier niet hoeven komen zitten. Ik ben benieuwd wat er gezegd wordt, dus dan kom je hier zitten. Als ik weet wat er gezegd wordt, hoef ik hier geen plaats te nemen. Toch wel? Nee, ja, maar wat voor spannend kan het zijn dat je het per se niet mee moet krijgen? Dat je me niet later kan vragen? Ja, dat weet ik niet. Maar je maakt het zelf nogal ongemakkelijk. Er was niks aan de hand. Nou, ik vond de situatie eigenlijk al raar dat ik net de tent in kwam en dat je dan weggaat. Dat ik wegga? Ja, en dat ik de hele dag al merk aan je dat er wat is. En dan uiteindelijk net ga je weg en dan nu kom ik hier zitten en dan kom je er gelijk achteraan. Nou, blijkbaar heb je dan wel spannende dingen te zeggen, anders had je niet zo zorgen gemaakt dat ik hier kom zitten. Ja, hele spannende dingen, Merel. Hele spannende dingen. Jezus, zeg. Wat is paranoia of zo? Wat is hier aan de hand, zeg? Voor iets anders. En er hoeft toch niet gelijk heel drama om te komen? Als ik een gesprek heb met Frenny of een discussie met Frenny, dan kom jij er toch ook zo vaak bij staan? Is dat dan omdat je een van ons niet vertrouwt? Het is toch omdat je benieuwd bent wat er gezegd wordt? En te kijken of jij ergens ook je mening kan droppen of advies kan geven? Maar deze situatie is toch dus aan de hand? Dus je liep weg. En dan zie je dat ik naar Ger ga en dan kom je er snel bij staan. Tje. Ik weet niet, ik vind de sfeer echt fucking raar. Ja, maar je maakt het zelf fucking ongemakkelijk. Nou, ik merk de hele dag al dat er dingen zijn en blijkbaar is dat dus zo. Nou ja, niet de hele dag, einde van de middag. Nou, ik vind het de hele dag al vreemd in ieder geval. Nou, dan ligt dat stukje aan jou. Want die lag niet aan mij. En ik heb ook geen idee wat gebeurd moet zijn waarom je nu zo praat of waarom je nu zo denkt. Nee, je snapt toch dat ik het een bijzondere situatie vind? Dit van nu? Ja, dat mag je prima een bijzondere situatie vinden, maar niet de hele dag al. Dat is bullshit. Nee, ik heb wel de hele dag al het gevoel dat er wat is. Ja. Daarom vroeg ik een paar uur geleden ook al aan hoe het gaat. Ja. Maar toen was er nog niks. Ja, natuurlijk irriteer ik me dood over de discussies van het huisje, maar dat is niet per se iets met jou. Nee, maar ja, ik denk dat als je een beetje hebt nagedacht en je snapt waar het vandaan komt, dat je wel begrijpt waarom ik me er druk om maak. Ja, dat is nu wel duidelijk. Hè? Weet je wat het is, Jess? Ik weet dat hier binnen één groot spel is en die speel ik zelf ook keihard mee. En veel dingen maken me ook totaal niet druk om. Maar wat ik met jou heb is gewoon absoluut geen spel. En ik hoop dat dat voor jou precies hetzelfde is. Ja, het is voor mij ook precies hetzelfde. En daarom vind ik het ook vreselijk om dat soort dingen van jou ja, te doen. Ja, en daarom vind ik het ook vreselijk is overdreven, maar... daarom zou ik het ook niet leuk vinden als wat ik net tegen je zei, als dat zo was. En dat is ook het meest kutte hier, van aan hier samen zijn. En dat is ook waarom ik het niet wilde, maar... Maar begrijp je dan als het meisje waar je mee gaat eerst zo'n verhaal bij iemand anders neerlegt? Dat het kut is? Ja, maar je moet ook begrijpen dat ik dat wel tegen een maatje doe en dat niet zomaar tegen een Andrea of Shelly ga rondbazuilen. Dat doe ik dan toch tegen iemand die ik vertrouw?
En dat is dan toch niet... Omdat dat dan later komt. Ik wil toch niet zoiets bij jou droppen terwijl ik de enige ben die dat zie. Of dat ik achterlijk ben. Het gaat toch om jouw mening? Het maakt toch niet uit of iemand anders je standpunt deelt? Jij voelt toch iets zoals het is? Daar kan je toch niet bij over praten? Ja, het maakt toch geen flikker uit wat Gerrit vindt of wat Frenny vindt of Milena? Boeit je dan toch niet? Wij moeten toch met elkaar kunnen praten, of niet? Ja, zeker. Maar je moet nu niet doen alsof het in één keer heel raar is dat je zoiets met Ger bespreekt. Volgens mij bespreek je zelf ook genoeg met Ger. Ja, maar en dat zijn geen argumenten. Toch, dat zijn Shelly-argumenten. Oh, god. Ja. Toch, ja, maar dat doe je zelf ook. Hi. Hoi. Ja, maar dan snap ik helemaal niet dat je zoiets niet begrijpt. En het is prima als je het niet begrijpt, dat maakt mij niet uit, maar... Ja? Nee, ik begrijp het ook. Nee. Oké, okay. Nee, dan zou je het ook niet gaan doen. En helemaal niet in de situatie waar we de laatste tijd in zitten. Toch? Dat we het alleen maar hebben over dat we dingen met elkaar moeten bespreken. En ten eerste begrijp ik helemaal niet waarom je zou denken dat als ik met de finale überhaupt bezig zou zijn, dat helemaal niks voor mij is. Dan moet ik heel vriendelijk tegen iedereen gaan doen en zo. En dat hou ik, om precies te zijn, hou ik dat 2 uur vol. Dus dat heeft voor mij ook helemaal geen zin. Ik blijf gewoon lekker dicht bij mezelf. En als ik in ellende beland, beland ik in ellende. Zolang ik in ieder geval maar gewoon blijf vechten voor hetgeen wat ik belangrijk vind. En dat is wat ik blijf doen. En dan, als zou ik het proberen om een finale te spelen, dan ga ik dat toch niet tegen jou doen. Nou, dat hoop ik dus ook niet. Maar daar moet je toch vanuit kunnen gaan. Ja. Anders is alles wat we nu met z'n tweeën aan het doen zijn toch gebouwd op los zand. En dat is waarom ik dat nu net ook tegen je zeg. Ja, maar waarom kom je daar niet eerder naar me toe? En dat vraag ik me dan af. Kom volgende keer alsjeblieft gewoon eerder naar me toe. Ja, maar wat... Toch buiten om dat we hier in Utopia zitten en dat we nu nog met 14 zijn en dat het straks eindigt en dat het de finale is. Is toch het enige waar we in ieder geval echt voor moeten zorgen is dat het gewoon goed bij ons komt. Mm-hmm. Toch? Ja, zeker. Want toen het programma stopte, toen was je heel erg aan het huilen. En als je dan had gezegd, joh, jullie winnen allebei niet, maar je blijft wel voor altijd gelukkig samen. Dan had je er ook voor getekend, toch? Uh-huh. Dus als we daar nou in ieder geval op focussen en de rest gewoon een beetje laten voor wat het is. En gewoon ons eigen ding doen. En in ieder geval niet aan elkaar gaan twijfelen. Snap je wat? Op dit moment heb ik het gevoel namelijk dat we straks allemaal helemaal niks over gaan. Ik vind de manier waarop we zo met elkaar omgaan, vind ik niet zo heel erg leuk. En ja, het ligt ook heus wel aan mij dat we heel veel discussies met elkaar hebben, maar ik heb er gewoon geen zin meer in. En ik trek het ook niet. Nee, ik wil het ook niet. Ik heb er helemaal geen zin meer in, anders maar weet kap je, ik overal mee. Weet je, Jess, dat is ook, als wij dan hier zoiets hebben en je weet dat het om mij gaat, ben jij wel weer de eerste die er met zijn neus bovenop staat. En dan kan je zeggen dat het uit zakelijk oogpunt is en dat geloof ik allemaal best wel, maar dat soort situaties zoek je dan wel op. Dan kom je als een felle, kom je hier met een gestrekt been naar binnen. Maar had ik het niet bij een ander ook gedaan? Maar dat, zo bedoel ik dat niet. En daarin maar... kan ik dan geen onderscheid maken. Want ik wil je niet voortrekken voor een ander. Nee, als ik zakelijk maar je vind hoeft... dat iets kut is, dan zeg ik dat ook tegen jou. Ja, Jess, maar je hoeft mij ook niet voort te trekken. En dat zou ik niet eens willen. En je doet het ook hartstikke goed. Maar daardoor belanden we wel in discussies. En dan kan je zeggen, ja, ik vind de discussies niet leuk waarin we zitten. En zo wil ik niet met elkaar omgaan. Nee, absoluut, dat wil ik ook niet. Maar door waar jij je hiermee bezighoudt, beland je wel samen in dat soort discussies. Jawel, en tuurlijk, maar dan heeft zo'n verhaal wel 2 kanten. Kijk, ik blijf me wel gewoon, hier typisch. Ik blijf me wel gewoon met alles bemoeien. Tenminste, dingen die voor mij relevant zijn. Ja, maar zijn. Dan moet je het dat... ook niet erg vinden om met mij in discussies te komen. Want dat weet je met dit soort dingen. Ja, maar mijn argumenten zijn op dat moment overleg even met elkaar en zorg dat er een oplossing komt. En als je dan gewoon niet met je hakken in het zand had gestaan en gewoon had gaan overleggen met de mensen, dan was je er waarschijnlijk met elkaar uitgekomen, ja, toch? Waarschijnlijk wel. Nou, en dan was het in het vroeg stadium was het opgelost. En pas als het opgelost is, laat ik het ook voor wat het is. Of als ik het echt niet meer trek. Of gewoon geen licht meer aan het einde van de tunnel zie. En vandaag zijn jullie een beetje op het punt dat helemaal geen flikker meer uitmaakt wat wie wat tegen elkaar zegt, want het schiet toch niet meer op. Snap je, uiteindelijk beland je in een discussie waarin als er te lang geen enkel van de partijen toegeeft, of een beetje water bij de wijn doet, of allebei de partijen, dan zit het zo diep en dan wordt het een soort van rancune. Dat je denkt van, joh, als zou ik nu het mee willen geven, ik doe het nu gewoon niet. Maar wat doen wij nu dan, al vanaf gisteren? Wij geven het toch mee? Want als we echt scheid en iedereen hadden gehad, hadden wij toch gewoon die bedden eruit gehaald? Dat was toch gewoon klaar?
nou ja, het ene moment komt er wel een bed en het andere moment komt er niet een bed. En de discussie blijft gewoon doorgaan. De discussie blijft doorgaan omdat mensen lopen te lullen, Jess. Niemand komt hier naartoe. Andrea komt hier, kunnen we geen kantoor voor jullie huis maken? Ja, maar dan was het toch... Dat is hetgeen wat ik vanaf het begin zeg. Overleg met elkaar. Ja, en dan maar... was er een conclusie gekomen en dan had iedereen gewoon door kunnen gaan. Ja, maar dat is niet gebeurd. Dan kom ik met hun in een discussie. Pas na 2 dagen, zij komen ook niet naar ons toe. Ik voel me niet echt geroepen om naar hun toe te gaan. Door alle ellende eromheen al hebben we besloten... Oké, we maken daar gewoon een bed. Dan zijn we die ellende in ieder geval voor en voorbij. Maar als niemand komt informeren wat wij hier aan het doen zijn... ja, dan weet ook niemand wat hier gebeurt. Dan zie je zijn bed weggehaald worden. Waarom? Niemand vraagt het. Nee, ze zien alleen... Oh, ze halen het bed weg. Hebben weer ellende. Omdat het mensen namelijk pas uitmaakt op het moment dat het probleem daar is. Nee, dat het hun ook iets aangaat. Ja, dat is het. Op het moment dat het probleem daar is. Ja. Maar dan kom je toch informeren. Als ik in een andere situatie had gezeten, dan had ik toch gezegd... joh, meiden, luister eens even. Wat is hier nou de bedoeling van? Ik zie een bed weer gesloopt worden. Eerst houden jullie een bed. Maar dat gebeurt niet. Maar dan ben jij het weer die komt. Maar dan moet je ook niet zeggen dat je het erg vindt... Hoe wij nu staan te discussiëren de afgelopen dagen met elkaar. Want dat doe je wel zelf. En het is niet erg dat je mij niet wil voortrekken. En dat moet je ook niet doen. Maar dit is dan wel een resultaat. Ja, nee, maar dit zou het niet moeten zijn. Als je het zou het niet hoeven zijn. Toch? Nee, dat klopt. Dat ben ik met je eens. Je zou in de situatie op dag 1 toch ook gewoon iedereen aan tafel kunnen roepen. Ja. Zoals je dat wel vaker hebt gedaan. En gewoon zeggen, jongens, we gaan overleggen. Dit en dit zijn we van plan. Dat en dat soort problemen kunnen er dan uitkomen. Hoe gaan we het oplossen? Ja, dat kan. Maar dat is niet gebeurd. Nee, maar dan dat hebben wij niet gedaan. Om een probleem in leven te houden, terwijl het op te lossen was, toch? Het was simpel op te lossen, gewoon met elkaar te overleggen. Ja, maar het is ons idee van Frenny en mij. Dan moeten we toch eerst kijken wat wij dan samen willen. Ja, maar dan kan je toch daarna met elkaar gaan overleggen, of niet? Je bent toch mee eens dat je, als er overleg op dag 1 had plaatsgevonden, dan was het probleem ja, maar dat, groot geworden. Ja, maar kijk, dat punt is nu wel duidelijk. Maar jij hebt het over discussies waarin wij samen belanden. Ja, maar die waren er ook niet geweest. Nee, al een oplossing maar dat was punt op is nu 1. Toch duidelijk. Maar die oplossing, dat heb ik niet gedaan. Ik ben niet met hun gepraat. Frenny ook niet en zij niet met ons. Dus gaat deze discussie door. En jij ook. Ja. Nou, dan dat heb is je. Jammer. Ja, maar daar kies jij toch voor? Jij kan toch 1 keer gewoon je mening droppen, zeggen dat je het ergens niet mee eens bent, zeggen dat je het helemaal kut vindt. En... Me erbij neerleggen. Maar wat je voor de rest ermee doet, joh, zoek het uit. Maar dan mezelf erbij neerleggen, bedoel je? Ja. Of in ieder geval, ja, anders... Dat is niet mijn mindset. Nee, maar dan moet je achteraf ook niet zeggen van, joh, de discussies, dit en dat. Jawel, want je had gewoon kunnen overleggen. Maar dat heb ik niet gedaan, Jess. Had, als, dat, daar hebben we niks nee, aan. Dan ben jij toch de doorslaggevende factor in deze situatie geweest? Nee, jij, want jij hebt een keuze... Omdat jij zit... niet wil overleggen. Ja, maar ik zit midden. Ja, ik zit hier midden in een verhaal. En dat verhaal is bed of geen bed. En hoe ik daarmee omga, dat is mijn keuze, dat bepaal ik helemaal zelf. Maar hoe jij ermee omgaat, hoe ik ermee omga, dat is aan jou. Je hebt je mening gegeven, je hebt gezegd zakelijk, je hebt dit gezegd, je hebt alles gezegd wat je wilde zeggen. Maar je gaat daar nu 3 dagen lang op voortborduren. Is niet nodig, want we weten je standpunt. We weten dat je wil dat we gaan overleggen. Maar we hebben het niet gedaan en we gingen het ook niet doen. Omdat ik voel daar niks voor. En hoe meer mensen hier gaan lopen lullen achter mijn rug om en zeggen wat wij wel niet allemaal fout doen, terwijl we het eigenlijk gewoon hartstikke goed doen, maar gewoon een prachtig huisje aan het maken zijn, hoe meer ik denk, val allemaal kapot. En dan voel ik helemaal niks voor om te overleggen. En hoe meer ik hier een 2-persoonsbed heb staan, en hoe meer mensen dan gaan lullen, oh, ze hebben het bed eruit gehaald, nu ga ik helemaal meisje naar, dan denk ik helemaal, bekijk maar, dan ga ik helemaal geen gesprek meer met je aan. Maar waarom zit je hier dan niet gewoon over zoiets heen en zeg jongens, dit en dit is de situatie, dit kan doen? Ja, dat kan ik niet. Daar heb ik toch geen zin in. Maar dan weet je toch dat je het in stand houdt? Nee hoor, want ze kunnen ook gewoon langskomen, toch? Dat is vandaag pas na 3 dagen voor het eerst gebeurd. Dat hadden ze ook gisteren al kunnen doen. Andrea. Ja. Ik heb er hier naartoe gestuurd. Ja. Snap je? Ik word alleen maar dwarser van dat soort dingen. En, ja, maar is dat de juiste oplossing? Nee, dat is niet de juiste oplossing. Je moet boven gaan staan en zeggen, jongens, kom even bij elkaar. Dit en dit is de situatie. Ja, Jess, jij handelt dat soort dingen misschien perfect af. Maar ik ben ergens ook nog een stukje meer hoor. En ik ben super eigenwijs en koppig. En als je zo tegen me gaat gedragen, word ik alleen maar dwarser en vervelender. En ja, dat is misschien heel kinderachtig. Maar daarin heb ik dan nog dingen te leren. Maar dat zou je volgende keer zelf doen. Dat ligt aan de situatie. Maar dat doe je voor jezelf toch? Niet voor een ander. Als ik nu naar hen toe had gaan, had ik het voor een ander gedaan. En daar... Maar waarom dan? Ja, ik zou niet weten waarom ik dat voor mezelf moet doen. Het is toch mijn huisje? Je moet erboven moeten staan. Ja, maar dat kan ik niet zo goed. Ja. Maar dan verkies je ervoor om de discussies in stand te houden.
Ja, want als jij zo graag wil weten hoe een verhaal zit, dan kom je naar mij toe. En dan ga je dat niet aan 1000 andere vragen behalve aan mij. Terwijl ik degene ben waar het om draait in het hele verhaal. En zo benieuwd ben je dan blijkbaar niet. Dan vind je het leuker om achter iemands rug om te lullen over onzin dan over hoe het echt zit. En dat is ook prima. Wat zou jij ermee omgaan? Ik zou dat zo. Nee, maar we zijn ook twee verschillende mensen, dus dat is goed. Dat is goed. Ja. Ik hoef toch niet in situaties om te gaan hoe jij dat doet? Zullen we roken? En dan nogal, dat is aan mij uitgelegen, hadden we helemaal geen bed teruggezet.